Ja, even over die winter vol liefde. Ja, kijk ik toch veel mensen naar. Ja, ik wil het even hebben over die gozer in Zwitserland. Die Saul, die makelaar, die noem ik even tweemaal bellen. Ja, die gozer. Nou, die snapt het hele programma niet. Nee, die heeft tot nu toe nog helemaal niets van begrepen waarom die daar aan meedoet. Je krijgt dus, ja, voor de vrienden die niet kijken naar het programma, daar komen gewoon allemaal dames, die krijgen om de zoveel dagen, krijg je een dame op bezoek, een stuk of 3, 4, en uiteindelijk moet hij er dan eentje kiezen. Ja, dat is de bedoeling van het programma. Maar dat heeft tweemaal bellen, die heeft dat niet begrepen. Nee, dus er komt mevrouw 1, die komt daar, dat was dan Marie Roos of Roosmarie, weet ik veel. In ieder geval dubbele voornaam, ja. Dus die krijgt tweemaal bellen, die krijgt dubbele voornaam op bezoek. Ja, en die denkt meteen van, hup, vol, en die knalt vol op de huig. Ja, die gaat er gelijk in en die lopen te zoenen. En, maar ja, dan komt mevrouw nummer 2. Die komt daar op bezoek. En Jessie, die noem ik eventjes voor het gemak, was ook een makelaar, vrijstaand noem ik die even. Nou, en vrijstaand, maar ja. Die wou ook eventjes met gezellig uit met tweemaal bellen. Maar tweemaal bellen, die werd dus gedwongen, zeg maar, door dubbele voornaam, om alvast te vertellen, ja, tegen vrijstaand, dat ze al hadden gezoend. Nou ja zeg, ja. En dat laat hij ook nog gebeuren, ook. Ja, die tweemaal bellen, die krijgt daar een aanval van verkeerde eerlijkheid. Ja, en die gaat dat dan vertellen. Aan vrijstaand. En die ging natuurlijk gelijk naar huis. En die was hij kwijt. Maar ja, dat was mevrouw 2. Maar nu komt mevrouw 3 is nu al gearriveerd. Ene Kelsey, ook makelaar. Ja, hoe is het mogelijk? Ja, die noemen we even drie hoge achter. En drie hoge achter, maar ja, gaan we die dat dan ook vertellen? Gaan we ook al vertellen dat we gezoend hebben, zeg maar, met dubbele voornaam? Ja, want die claimt hem nu. Die heeft zoiets van, ja, wij hebben gezoend. Dus al die anderen, die doen niet meer mee in het spel. Maar ja, tweemaal bellen, die begint nu toch wat te twijfelen hieraan. En die denkt bij zichzelf, ja, hallo. Ik weet het niet of ik het nu weer ga vertellen. Nee, natuurlijk niet. Nee, wat een mafketel zeg. Ja, koppen dicht man. Ja, en dan komt ze echt, geloof ik, die komt ook nog een keer langs. Nou ja, en ik denk dat hij een beetje genoeg gaat krijgen. Dat denk ik, dat is mijn voorspelling van dubbele voornaam. Dat denk ik, ja. Ik denk dat hij uiteindelijk, poep, die gaat aan de kant. Ja, ja, ja. En dan begint hij, hoop ik, begint tweemaal bellen het spelletje te snappen.